De ambassadeur van Cuba, Igor Asquay, heeft ter versteviging van de diplomatieke banden met Suriname een bezoek gebracht aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. De ambassadeur heeft tijdens dat bezoek gisteren samen met de minister en haar staf van gedachten gewisseld over een goede samenwerking tussen de twee landen. Minister Emanuel ziet de samenwerking wel zitten en wil zij zich graag inzetten voor een goede relatie met Cuba. Ze wil daarvoor in nauw contact zijn met de ambassade. Volgens de Cubaanse diplomaat kan zijn land met name op het gebied van sport coaching aanbieden aan Surinaamse sporters. Volgens hem lopen er veel potentiële topsporters rond in de districten. Indien deze personen de nodige steun en gelegenheid krijgen hun talent te ontwikkelen, dan kunnen zij het land op de wereldkaart plaatsen. Vooral op de lagere scholen zou er volgens hem veel aan talentenjacht gedaan moeten worden. Minister Emanuel zei tenslotte gebruik te zullen maken van het aangebodene en ziet zij reeds de voordelen van de toekomstige samenwerking.